Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 maart 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag heb ik de uitzending veel vroeger gemaakt dan ik anders doe. Is voor de middag eigenlijk al grotendeels klaar. En dat geldt ook voor de lange uitzending van vanavond. Als ik alle uitzendingen van de afgelopen week zo terugluister bij het monteren van die lange uitzending, dan heb ik het wel erg veel over mijn huidige tijdgebrek. Dat is deels omdat ik me waarschijnlijk een beetje schuldig voel dat ik niet wat langer na de uitzending kan blijven napraten. En ook omdat ik wil uitleggen dat de uitzendingen misschien niet zo nauwgezet gemaakt zijn als anders. En dat bijvoorbeeld om die reden ook de data en de SSTV tijdelijk ontbreekt. Het is misschien wel wat veel, dus ik ga de komende dagen proberen het onderwerp niet opnieuw aan te snijden. Na volgende week vrijdag heb ik als het goed is weer een heel stuk meer tijd. Wat om te beginnen bij deze uitzending leuk is om te noemen, met alle nieuwe amateurs die momenteel op de band verschijnen, is de site van deze repeater, hobbyscope.nl, in haar wiki begonnen met een cursus Operating Practice. Ook geschikt als opfriscursus voor diegenen die al langer QFV zijn. De Daily Minutes gaat daar later ook nog aandacht aan besteden, maar voor nu kun je terecht op hobbyscope.nl. Je schrijft scope overigens met een C. Helemaal bovenaan op die site is een menuregel en de wiki is daarbij de vijfde keuzemogelijkheid van links. In het pull-down menu staat de cursus Operating Practice daarbij helemaal onderaan. Een directe URL naar de cursus is ook te vinden op pa0ete.nl. Ja, en dan volgt nu deel 4 van de historie van onze zendhobby. We waren gebleven bij de QSO's over de verschillende oceanen en de pogingen daartoe in de eerste helft van de jaren 20. Het was een tijd dat er nog geen amateurmachtigingen waren. Je mocht gewoon zenden, voor 1912 zelfs op alle banden en vanaf 1912 op alle frequenties boven de 1500 kHz. Ook mocht je zelf je roepnaam verzinnen. Er waren wel wat conventies. Nederlands amateurs gebruikten bijvoorbeeld de P aan het begin van hun roepnaam ook toen al. De internationale QSO's trokken de aandacht van de overheden en zorgden er uiteindelijk ook voor dat de International Radio Conference plaatsvond in Washington in het jaar 1927 en 1928. Die conferentie legde niet alleen de grondslag voor onze huidige prefixen en de rest van de amateurroepnamen, hoe die eruit zien. Ook werden de eerste amateurbanden vastgesteld. Dat was 80-75 meter, 40 meter. 20 meter en 10-11 meter. Dat was toen één amateurband. Veel mensen denken overigens dat SSB, dat vooral in de jaren 60 bij de amateurs ingeburgerd raakte, een uitvinding van na de oorlog is, maar dat is niet zo. Al in 1933 begon Robert Moore, Whiskey 6 Delta Echo India, met enkel zijband te experimenteren in de 75 meter band. Tegen 1934 waren al diverse amateurs in de VS QFV met deze mode. Tot zover voor vandaag. Vanavond is er weer de lange uitzending van PA00 Nieuws en de Daily Minutes. Dat is vanaf 10:30 op de repeater PI3UTR en het gaat onder andere ook over NVIS-antennes. Ik heb trouwens nog een fantastische video gevonden op YouTube over Duga 3. De Russische woodpecker en de antennes daarvan. Er is een dame die bezoekt de site. En het beeld is werkelijk fantastisch. Het is volgens mij HD. Het is mooi geschoten. Je krijgt een hele goede indruk hoe groot het is. Ik laat een stukje van het geluid van de video hier horen. En de hele video die kun je bekijken op www.pa0ete.nl. Today we're heading towards Duga 3, aka Chernobyl 2, also known as the Russian Woodpecker. That enormous over-the-horizon radar, which you can see coming up in the background. You can already kinda make out the proportions of that thing, but of course once we'll get closer, I think you'll be astonished just about how huge that thing is. So here it is, the Russian woodpecker. It was referred to as the woodpecker because it would send signals at about 10 hertz, that's 10 impulses per second, so it would have these weird tapping noises that sounded pretty much like a woodpecker. This is what it sounded like. And this was to be heard all around the globe. And that was the exact purpose of that radar. It's an over-the-horizon radar. So because of Earth's curvature, you could not see from the Soviet side all the way into North America, into the US. So you had to reflect the radar rays on the ionosphere in order to be able to see around that curve. And then use the reflected waves to be able to, for example, detect the early launch of nuclear weapons targeted at the Soviet Union and react appropriately. Oh look, there's a tit. Well, that's a type of bird, seriously. It's that bird singing there. Anyway,
So, about the Duga 3 array. It could send at transmission powers of up to 10 megawatts, and the installation is about 160 meters high and 500 meters wide. As for the main installation, where we're walking currently, if we take a look to the right, you can also see a smaller array that's for use of different frequencies, I believe, and it has a height of only 90 meters. But still, you can see how huge these things are, that's crazy. You'll probably have to watch an HD in full screen, but that's me walking towards it right now. But I'm just a tiny little figure compared to that. The Duga 3 array was put into operation in 1976 and is located about 15 kilometers away from the Chernobyl nuclear power plant. It stopped its operation, its signaling, in 1989. So let me grab you guys, or more like my camera, and take you for a ride. See what's over there? That's a ladder. There were lots of ladders, also lifts, but in case they were not operational, there were backup ladders on every little part of the Duga array. And yeah, that's one of the ladders. It looks solidly dodgy. Just about right for me to climb on. Let's go. As you can see, the steps are rather far apart and also pretty much in a 90 degrees angle. So you wouldn't believe how hard it is to climb up this ladder, as opposed to a normal ladder, which you normally lean onto something and then maybe you have an 80 degrees climb or something, which is a lot easier than this. But despite being rather careful, I think I'm making quite good progress. But yeah, both my voice and my face give away just about how nervous but also excited I was. So you can see, right now, I'm standing up at about one third onto the top of Duga, the Russian woodpecker, which is an enormous over the horizon radar. It could see from here all the way into the US to track the launch of nuclear weapons against the Soviet Union. And it's very exhaustive to climb up here because, well, you can see these ladders. They're quite crazy, because if you move on them, you can see they just wobble. So yeah, that shit is quite crazy. But well, I am crazy, I guess. Let's move on. Bah, wat een rare snijbonen, die zijn amateurs toch allemaal. Zei ik rare snijbonen? Ik bedoel voetzoekers natuurlijk, rare voetzoekers. Weet eigenlijk ook niet wat ik daarmee bedoel.